Dit jaar kijk ik samen met de collega's naar de verhouding tussen de burger en de overheid over een jaar of 10. En hoe ziet dit in 2030 eruit? De overheid, hoe gaat die met zijn burgers om en wat verwacht de burger van de overheid? Om dat te weten te komen, hebben we aan Kantar gevraagd om samen met ons 1500 burgers die vraag te stellen. En wat we terug horen is dat burgers heel graag willen dat er een begrijpelijke, eenvoudige, actieve, begripvolle overheid is en liefst één loket. Dat iedereen daar naartoe kan en dat ze daar meteen en snel geholpen worden. Wij gaan daarmee aan de slag met dat wat de burgers ons vertellen. In een groot congres, ergens aan het einde van het jaar, eind oktober is dat. We gaan er dan ook verder mee praten met heel veel anderen dan alleen maar de mensen met wie we nu gesproken hebben. Dus en de burgers, en de professionals, en de eigen collega's aan de slag om te weten te komen hoe de burger en de overheid zich tot elkaar verhouden in 2030. Dat is heel erg belangrijk, omdat wij ervoor willen zorgen dat het burgerperspectief ook over 10 jaar nog van het allergrootste belang is.